Captain America vond ik vroeger altijd heel interessant. Het pak met het schild en de Amerikaanse vlag als banner en dan het feit dat dit figuur in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's moest vechten, dat vond ik allemaal heel passend en interessant. Het heeft ook te maken met dat Captain America een van de oudste superhelden is, samen met Superman en Batman. Hij dateert al van 1941 en is dus letterlijk in de Tweede Wereldoorlog als propagandamiddel ontstaan. Dus dat is niet gewoon in de film zo, dat is echt zo gebeurd. Heel die geschiedkundige achterkant vond ik natuurlijk fantastisch. Maar Captain America verloor na zijn debuutfilm in het Marvel Cinematic Universe vrijwel meteen de connectie met mij. En in de jaren daarna nam Thor zijn plaats in als mijn op één na favoriete Avenger. Maar jullie zijn hier natuurlijk niet voor een geschiedenisles. Jullie zijn hier om te zien hoe ik deze films heb gerangschikt. Vandaag kijken wij naar alle Captain America films waarin hij een belangrijke rol speelt. Dat betekent dus ook alle Avengers films. En we kijken ook naar de film uit 1990 die niemand waarschijnlijk kent, maar ook een film is en eigenlijk de eerste bioscoopfilm van Captain America. Goed, laat ons beginnen met Steve Rogers. Captain America dus, hè. En op de laatste plaats hebben we The Winter Soldier. Ja, laten we meteen beginnen met de controverse. Ik vind dit echt geen goede film. Een saaie, mislukte politieke thriller past niet in het rijtje van Captain America films. De actie is met momenten goed, maar het hele verhaal van Bucky als schurk en het hele Hydra-plot in de hedendaagse samenleving werkt langs geen kanten. Steve Rogers moet het scherm delen met Black Widow en Nick Fury en hoewel hij meer power heeft in deze film dan in zijn laatste officiële solofilm, is het een te vergeten film die ik liever niet herbekijk, hoewel blijkbaar iedereen dit een meesterwerk vindt. Ik ga er niet verder over uitweiden, voor iedereen is dit een geweldige film, maar het is mijn ranking, mijn mening en voor mij faalt die film compleet. Dan hebben we de film uit 1990. Ik kan deze film niet verdedigen als zijnde een goede film, maar hij is leuk omdat hij zo campy en onnozel is. Red Skull blijft een geslaagde vijand naar mijn mening, ook al is hij nu geen Duitser, maar een Italiaanse fascist. Steve Rogers daarentegen is totaal miscast. De hele film voelt alsof het een verlengde aflevering uit een family soap is en de muziek doet al niet veel meer. Als je het onnozel echter kan omarmen en de sets in Italië kan appreciëren, is dit echt een film het type so bad it's good. Puur kwalitatief staat deze film eigenlijk onder Winter Soldier, maar mijn persoonlijke onvrede over die andere film maakt dat deze film toch één plek hoger stijgt. Gewoon omdat ik deze iets sneller zal terugzien, omdat ik Winter Soldier echt veel te saai vind. De zesde plaats gaat naar Age of Ultron. Age of Ultron gaat in de stijl van Winter Soldier verder en die stijl vond ik niet zo goed, hè. Captain America is oké in deze film, maar Age of Ultron in het algemeen is een echte middenmoot film. Hij zet evenementen op voor latere films, is oké voor wat het is, maar komt in de lijst van films waarin Captain America in voorkomt niet echt uit de verf. Als film op zich zeker is de moeite, maar voor onze Captain America fans vind ik dit niet echt de beste. Infinity War mag de top 5 aanzetten. Infinity War laat meer van Captain America zien die in ballingschap leeft met zijn medebannelingen. En op zich speelt Steve Rogers die rol van man die terugkeert uit ballingschap zeer goed. Uiterlijk vind ik hem echter veel minder sterk. Het typerende pak en schild missen en de baard is helemaal niet oké. Infinity War heeft net zoals Age of Ultron ook serieuze problemen in zijn geheel als film. Waardoor deze ook lager valt op de rankingslijst. The First Avenger is nummer 4. Vanaf nu zijn we bij de heel goede Captain America films, hè? Sowieso. De enige Captain America film waarin het werkelijk gaat om Captain America, trouwens, in het MCU. Steve Rogers kreeg zijn eerste film die niet echt een superheldenfilm is, maar meer een oorlogsfilm. Het speelt zich namelijk af in de Tweede Wereldoorlog en de schurk in kwestie is de nazi Red Skull. Zonder lang nadenken moest ik deze gewoon bij de betere zetten. Het is de oorlogsfilm waarin Steve echt kan schitteren en Hugo Weaving is een fantastische schurk in de vorm van Red Skull.
Captain America kreeg enkel een slecht vervolg en teamfilms met andere superhelden hierna, wat jammer is. Maar daarom blijft dit de beste solofilm voor Cap. De derde plaats gaat naar de Avengers. In de Avengers komen we nog meer te weten over Captain America in de hedendaagse tijd. En dat maakt dit wel een heel interessante film voor het personage. Steve Rogers leert Tony Stark en Thor kennen en Bruce Banner en is nog steeds in zijn top outfit te zien wanneer hij vecht. De Avengers is over het algemeen een zeer goede film. En ook voor de Captain America fans is hier genoeg te genieten. Onze runner-up is Civil War. Eerlijk, ik had niet al te veel verwacht van deze Avengers 2.5. Want Captain America's terugkeer heeft meer te maken met een nieuwe Avengers film dan eigenlijk een solofilm voor hem, hè. Maar na de ramp genaamd Winter Soldier vond ik dat een unieke kans die Marvel ook gegrepen heeft. In plaats van de typisch inhoudloze Marvel vijanden moeten enkele van de Avengers het tegen elkaar opnemen. Het geheel is eigenlijk heel goed. En de introductie van Spider-Man en Black Panther maakt het een winnende film voor mij, zeker weten. In de kern is het echter een conflict tussen Steve Rogers en Tony Stark. En beide heren krijgen evenveel screentime en vechten het persoonlijk uit in een van de beste gevechten uit het hele MCU. Civil War is echt een van mijn favoriete MCU films geworden en was ook een van de filmen die bewees van Brent, het MCU is wel degelijk goed hoor met momenten. En dat bewijst mijn nummer 1 ook, Avengers Endgame. Endgame is nog altijd een geweldige film. Deed alles wat hij beloofde en nog veel meer. Thor en Iron Man kregen samen met Captain America de eer om een einde te maken aan Thanos in een formidabel eindgevecht. Steve Rogers lijkt een paar keer echt te sterven en geeft echt zijn alles in dit gevecht met de alien. Heel de film is Steve Rogers trouwens meer zoals hij moet zijn en minder zoals hij in Infinity War was dus. Cap doet er alles aan om zijn situatie alsnog te redden terwijl anderen zoals Thor en Iron Man het al lang hebben opgegeven. Dat Captain America niet echt sterft maar door de tijdreis zijn draad terug oppikt in de jaren 40 en als bejaarde man gelukkig sterft, is ook een zeer bevredigend einde dat past bij zijn personage. Niet zo heroïs als Tony Stark misschien, maar zeker ook pakkend. En het zorgt er ook voor dat Captain America's deel in het MCU mooi kunnen eindigen is. Zoals gezegd is het voor Captain America dus voorbij. Dus ik zal deze ranking niet snel moeten herupdaten. Ik vind het toch nog altijd jammer eigenlijk dat Captain America zo eervol was dat hij eigenlijk... ja, zijn pit meteen verloren voor mij. En daarom zijn Thor en Iron Man nog altijd meer favoriet voor mij dan hem. Ach ja, ik zie jullie graag terug in een volgende ranking.